Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag de workshop Mijnsluitingsplan afgesloten. Deze workshop is de afgelopen week in samenwerking met de Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, IGF, gehouden. Aan het eind van de conferentie heeft de IGF een evaluatierapport over het mijnbouwbeleid in Suriname aan het ministerie overhandigd. Alle participanten aan de workshop mochten een certificaat in ontvangst nemen. Directeur Rob Stevens van de Canadian International Resources and Development Institute, CIRDI, die de sessies heeft verzorgd, is heel blij met het resultaat. Hij zegt dat er excellente vragen en suggesties zijn geweest over het mijnsluitingsplan. Stevens gaf een samenvatting over de workshop. The background for this course comes out of the mining policy framework assessment that the IGF did that began about a year ago in Suriname. And one of the outcomes of that was to help to build a greater knowledge and understanding and capacity around mine closure. And so this course follows directly out from the mining policy framework for Suriname that I have here. And hopefully that's serving to provide a good benefit and an increase in that knowledge that can lead towards mine closures as they happen over the coming years, although not too quickly, right? We want our mines to stick around for a little while. So I'd like to present a video that was created about the mining policy framework that has a number of individuals from Suriname in it. I know Glenn is in the video, as well as the policy framework. I'd like to present that to the permanent secretary, Mr. Abeleven. Directeur Dave Abeleven van NH, die het rapport Kaderevaluatie Mijnbouwbeleid in ontvangst nam, hoopt dat de deelnemers veel hebben opgestoken tijdens de workshop. Hij zegt dat onder andere in het rapport is vastgelegd wat de sterke en zwakke punten zijn in zaken mijnsluiting en wat Suriname moet verbeteren. Ook de rapportage van onder andere het Bauxiet Instituut en de Wereldbank over de mijnbouwsector zijn bekeken en meegenomen in het rapport. Nou, dit rapport is voor ons eigenlijk van groot belang, omdat dit rapport uiteraard aangeeft, zoals ik al eerder had gezegd, dat wij dus goed kunnen zien in vergelijking met wat er internationaal geldt, qua standaarden, wat zeker Suriname moet doen om qua wetgeving en instituten, regelgeving, wat wij allemaal moeten doen van onze kant om toch wel die standaarden ook te halen. En daarom zal dit rapport dan ook als belangrijke input dienen voor bijvoorbeeld de Mijnbouwwetcommissie. De commissie dus die werkt aan de Mijnbouwwet, maar ook de werkgroep die is ingesteld, die werkt aan het opzetten van het Delfstoffeninstituut. Dat zijn dus toch wel twee belangrijke instrumenten. De wetgeving, het Delfstoffeninstituut, zijn toch wel twee belangrijke onderdelen van ons mijnbouwbeleid waaraan wij moeten werken. En dus dit rapport is daar input voor. Een zwak punt in de huidige mijnbouwwet, waar volgens Abeleven zeker naar gekeken moet worden, is transparantie ten aanzien van verleende concessies. Deze zaken zullen nog tegen het eind van deze maand openbaar gemaakt worden. Evenals de inkomsten of royalties uit de mijnbouwsector. Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij sprak na de sluiting van de workshop Mijnsluitingsplan, die de afgelopen 5 dagen in samenwerking met de IGF is gehouden in de bankethal van Hotel Turarica.